Alhamdulillahi wassalatu wassalamu Welkom bij de eerste les van de nieuwe cursus voor het leren van de Arabische taal. Um, in deze cursus gaan we het leren lezen behandelen. Dus um, hoe kan je een tekst, als je een tekst voor je krijgt, hoe kan je deze voorlezen? Um, het gaat niet om het begrip ervan op dit moment het gaat nu slechts om het kunnen lezen ervan omdat het kunnen lezen een heel belangrijke stap is of eigenlijk de eerste stap is in het verder leren van de Arabische taal zodra je het kan lezen um, kan je vervolgens leren wat de woorden betekenen die je aan het lezen bent en, en, uh, en, en zo en bouw je je kennis op van de Arabische taal um, aan het einde van deze cursus uh, ik weet niet hoeveel uh, video's deze cursus precies zal hebben. Maar um, we gaan gewoon alle punten doornemen die nodig zijn om te kunnen lezen. Uh, en aan het einde van deze cursus zal je dan, als je alles goed volgt, in staat zijn om een tekst te lezen. Uh, en natuurlijk uh, in het bijzonder de Koran. Um, ik heb een vijftiental punten um, en enkele subpunten ervan. Uh, opgesteld. Dus uh, pak uh, je pen en papier en uh, probeer uh, aantekeningen te maken wat nodig is. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden, uh, maar af en toe is het handig om wat extra voorbeelden te geven. Uh, er is huiswerk alleen maar na de eerste les. Na deze les is er huiswerk en daarna niet meer. Daarna is het gewoon volgen van theorie en proberen te begrijpen wat er gezegd wordt. Um, en het huiswerk is het leren van de, van de letters. Dus het leren van de letters, de, de uitspraak van de letters en de schrijfwijze van de letters. Uh, en daar beginnen we nu even met de theorie ervan. En dan geef ik jullie zo de, um, uh, het huiswerk op. Dus aan het einde van deze les. Um, hoe schrijf je de 29 letters? Nou, het Arabisch schrijft van rechts naar links. Van rechts naar links. Dus een, uh, een zin begint aan de rechterkant en eindigt aan, het linker, aan de linkerkant. Um, en dan de volgende regel uh, is naar beneden, zoals in Nederland. Um, er zijn 29 letters uh, in de Arabische stijl. Um, en wat fijn is aan de Arabische stijl is dat een, een letter uh, staat voor een klank. Um, en elke letter spreek je altijd op dezelfde manier uit. En dat maakt het een stuk makkelijker ten opzichte van uh, het Nederlands, bijvoorbeeld, waar je een C hebt in uh, bijvoorbeeld cement of cent. Maar ook uh, in uh, een C, schrijf, met een C schrijf je ook coalitie, bijvoorbeeld. Dus de C kan uitgesproken worden als een K of als een S. Afhankelijk van in welk woord het gebruikt wordt. In het Arabisch heb je dat niet. In het Arabisch heb je een letter en een letter spreek altijd op dezelfde manier uit. Uh, en Dat maakt het ook een heel een stuk makkelijker, um, omdat je dan niet per woord hoeft te leren of het een, nou een bijvoorbeeld een K-klank is of een S-klank of wat dan ook, um, een letter wordt normaal gesproken op vier verschillende manieren. Uh, kan op vier verschillende manieren geschreven worden. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat je alle, woorden binnen een, oh, sorry, alle letters binnen een woord aan elkaar schrijft. Dus je schrijft binnen een woord alle letters aan elkaar. Met uitzondering van enkele. En daar komen we zo op terug. Ik zal even een voorbeeld geven. Ik geef jullie een letter. En deze letter die heet. Um, be. Deze b is nu losgeschreven. Dus dat is een van de vier manieren om, om hem te schrijven. Als je hem schrijft aan het begin van het woord, schrijf je hem zo. Als je hem in het midden schrijft, schrijf je hem zo. En aan het einde van het woord schrijf je hem zo. Nou, als ik dan een woord heb, die bestaat, laten we zeggen dat er een woord zou bestaan uit drie keer een b. Dan zou ik dit aan elkaar schrijven op deze manier. Dus ik schrijf alle letters binnen een woord aan elkaar vast. Er zijn enkele uitzonderingen daarop. Een voorbeeld daarvan is de del. De del schrijf ik los zo. Uh, dus aan het begin komt hij zo. In het midden komt er dus een letter voor. Zo. En aan het einde Eveneens. zo. Dus als ik een uh, woord heb, die bestaat uit drie letters, bijvoorbeeld een, een b, een del en een b, dan schrijf ik het zo. Je ziet hier dat de b los is, en dat is omdat de del niet wordt verbonden met de letter uh, die erna komt. Hij was wel verbonden met de letter die ervoor is, maar niet met de letter die erna komt. En daar is een, uh, een afbeelding waarop de letters en de schrijfwijze ervan um, uh, opgesomd zijn. Hier zijn de 29 letters. En je ziet dan bijvoorbeeld hier, even kijken, um, bij de B die zie je hier, de tweede letter. Dit is de manier waarop je hem schrijft los. Uh, zo schrijf je hem in het, uh, even uitvergroten. Zo schrijf je hem los. Zo schrijf je hem in het begin, zo in het midden. En zo aan het einde. De duil heeft maar twee vormen eigenlijk. Of hij is aan het begin. Of hij is aan het einde. Omdat je nooit een woord. Je, je hebt nooit een letter die er eh, zowel voor als na eh, die, die, er, die na komt direct. Dus eh, aan het begin heb je natuurlijk altijd een letter waar geen letter voor komt. Wel een letter erna. Uh, dat bestaat bij de DEL niet. Bij de DEL schrijven namelijk het let, de volgende letters niet vast aan de DEL. Dus daarom heb je hier een streepje staan. Uh, om aan te geven dat dat niet het geval is bij de DEL. En dus het geldt ook voor de andere letters waar je dit bij ziet. Nou, om... Uh, wat belangrijk is nu... Is... Niet alleen hoe je de letters schrijft, dat kan je hier vandaan halen. Even kijken. Ja, hier. Uh, maar ook hoe je ze uitspreekt. Nou. Even een nieuwe pagina erbij pakken. In het Arabisch heb je drie klinkers: namelijk een damma. Dat is een krulletje boven de letter. Of een fetha, Dat is een streepje boven de letter. Of een kesra. En een kesra is een streepje onder de letter. Het krulletje boven de letter. Spreekt uit als u. Een streepje boven de letter spreekt uit als e. Of a. En een streepje onder de letter spreekt uit als i. Dus je hebt drie klinkers. U, e en i. Oe. e. kan ook a zijn. Bij een zware letter. Of i. Dus drie, drie klinkers. Dus als ik bijvoorbeeld de b heb. Ik schrijf bijvoorbeeld de b En ik doe een krulletje boven dan wordt het boe. Heb ik een b met een, st met een streepje boven is het be. Heb ik een, een, de letter B met een streepje eronder is het bi. Dus boe, be, bi. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de letter Del. Ik heb de letter del met een, met een, uh, een krulletje, dus de damme. Dan is het, het do. Met een streepje is het da. Een streepje boven de letter. een streepje onder de letter is het die. Dus dan heb ik do, da, die. Dus eerst boe, ba, bi. En dan doe, da, die. Eigenlijk heel simpel. Je hebt u, a, i. En dan vervolgens heb je de letter. En de letter ver, ver, vertegenwoordigt een bepaalde klank. En de eerste is het de b. En de tweede is het de. En zo heb je de rest van de 29 letters. Nou, ik ga ze niet één voor één aan jullie uh, voorkomen als het ware. Maar wat ik ga doen, ik geef jullie een site waarop jullie deze kunnen leren. Hier zie je dat er een streepje boven staat. Dus een streepje boven is de, is de e, of de a. Nou, als ik hier klik, bijvoorbeeld op de, de hemza, dus de hemza is de eerste. Hoor je, dan hoor je dat die uitgesproken wordt. Hier heb ik weer de B, zoals ik net had geschreven. B. Dan heb ik hier de T, en dan T, en, enzovoort. En er staat een streepje boven. Dus hij wordt uitgesproken met de klinker. Met de klinker um, uh, Fetha. Dus de, de a of de A. Een voorbeeld van de A is bij, bijvoorbeeld bij deze letter. Ka. Dat is een zware letter. Ka. Dan zeg je niet uh, Ka, maar je zegt Ka. Dat is belangrijk. Er zijn zwa sommige zware letters. En dat kan je hieruit halen. Dus hieruit kan je horen welke licht is en welke zwaar is. Vervolgens hebben we dan een streepje onder de letter. Dus we hebben dan hier. I B T C Enzovoort. En dan hebben we nog het rondje boven. Het rondje boven is de o. Dus dan wordt het. Ja, enzovoort. Dus dan kan je hiermee kan je de letters leren. Dus als je dit hebt geleerd, heb je eigenlijk de letters geleerd in combinatie met de klinkers. Dus uh, dit zijn drie pagina's, dus 3, 4 en 5. Als, uh, als je dat hebt geleerd, heb je de letters in combinatie met de klinkers. En dan moet je daarnaast nog de schrijfwijze van elke letter leren. De letters die hier staan, dus die hier op deze site staan, zijn uh, letters met. Uh, of in de, in de losse vorm. Dus in de vorm dat die uh, niet verbonden is met een letter ervoor en niet met een letter erna. Dus de, link de rechte rij hier. En dan hoef je alleen maar nog de overige drie letters te leren. Dus je leert, de los, je leert het hier. Hier leer je leert de letters los uh, in combinatie met de klinkers. En dan kan je hier de schrijfwijze ervan leren. Dat is eigenlijk het huiswerk voor nu. En als je dit hebt gedaan, en dit is eigenlijk het meeste het, wat je moet, moet doen, dus dit is eigenlijk 80% als het ware van het leren van, Arabisch, van het Arabisch lezen, is dit leren, dus de letters, de uitspraak van de letters, dus in combinatie met de klinkers en de schrijfwijze ervan. Nou, als ik bijvoorbeeld uh, de BE heb. En ik schrijf weer een B op en hier een duil. En hier weer een B. En ik geef vervolgens klinkers. Hier geef ik een, een, een kulletje, de damma. Hier een streepje onder, hier een streepje boven en hier weer een uh, kulletje. Nou, een kulletje is de Oe. Dus hier heb ik Boe. Dus ik ga, ik ga stap voor stap. Ik begin gewoon, even kijken, kan ik hier. Uh, Dit is de eerste letter die ik uitspreek. Ik begin van rechts naar links. Dus ik ga eerst de letter lezen en dan de klinker. Nou, ik zie hier. Helpt eh, niet echt, Ik zie hier een, een B staan en een, een, de klinker O. Dan wordt het Boe. Nou, de volgende is dan deze letter. Weer de B. En er staat een streepje onder. Dus wordt het B. Dus er staat nu Boe bi. En dan heb ik. Oh, dan heb ik deze letter. Namelijk de del met een fatha. Dus wordt het de. Dus Boe B. De. En dan heb ik nog een, nog een keer de, de B. En weer een krulletje erboven. Dus de B met een danme. Oftewel, boe. Dus, boe, bie, da, boe. En zo is het. Dit is eigenlijk alles um, wat we in de eerste les hoeven te behandelen. We hebben namelijk de twee dingen met elkaar gecombineerd. Namelijk de uitspraak van de letter en de schrijfwijze van de letter. En beide zijn terug te vinden op deze twee pagina's, of deze twee. Um, Um, sites hier is een afbeelding waar de schrijfwijzen uh, staan en hier is een uh, website met de uitspraak van de letters in combinatie met de, van de klinkers uh, dat geldt voor pagina 3, 4 en 5 en de links uh, kan je terugvinden in um, in, de, in de beschrijving en uh, ja. als er nog vragen zijn kan je het in de uh, hieronder in de uh, commentaarsectie uh, plaatsen. Of uh, via Facebook. Uh, Arabisch studeren. Het Arabisch studeren. Uh, maar dit is het huiswerk. Dus het huiswerk is nu leer de schrijfwijze. En leer uh, de, uh, deze letters in combinatie met de klinkers. Dus de pagina 3, 4 en 5. En als je dat hebt gedaan... Uh, dan kan je beginnen met les 2. En dan gaan we verder op theorie in. En vanaf nu vanaf dit is het enige huiswerk wat je krijgt. En hierna is het gewoon goed opletten, aantekeningen maken en, en, en ja, gewoon oefenen. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.